Maar Duitsland viel overal binnen, hè. Ja. Die was eerst, nou ja, het begon als de Polen binnen wilden en toen heeft Engeland Duitsland oorlog verklaard. Ja. En toen werd er allemaal over gepraat, maar ze werden dan doog dichter, want ze zeiden, de Eerste Wereldoorlog was neutraal, ik kom hier toch niet in. Ja. En dat was een misrekening. Ja, dat was zeker. Want 10 mei, toen kwam je toch. Ja, 10 en, mei, hè? Hè? 10 mei toch? 10 mei, ja. En die dag, kun je die dag nog omschrijven? Oeh. Ja, zeker, heel goed. Maar hoe, hè? Hoe was het weer toen? Nou, het was mooi weer. De seringenbossen en zo, die begonnen net te bluiden. Maar waar woonde u toen? Toen woonde wij aan de Wifvaart. Nog in dat... Bij de Meulen. Ja. Bij het eerste stenen huis van Delerswaard nog, in die tijd? Nee, daar woonden wij toen niet meer. Ja. Wij woonden toen een Bentie op de Meulen aan. Oké. Okay. Zeg maar... Van de Graaf. Van de Graaf. Ja, oké. Okay. En daar woonden we toen. En toen midden in de nacht, ja, mijn ouders werden wakker. Want toen was allemaal vliegtuigen in de lucht. En het is oorlog. Daar, nou. Ja. En toen, ja, de Ruud. En er was geen lawaai, jongen. Die vliegtuigen, die vlogen hier allemaal over en naar het westen toe. En, nou ja, toen zeggen ja, wat mogen, want die wisten je nergens van hoe het ging. Ja. Nou, en toen, nou, toen was het misschien 4 uur of zo. En toen zei mijn vader, laat maar gaan melken. Ja. Dan hebben we dat vast gedaan. En nou, toen we melken en toen waren we aan het melken. Oh, dat vergeet ik nooit weer. Want toen leurden ze de bruggen springen. Hier in het dorp hier? Hier in, oh ja, al die bruggen. Ja? En dan hebben we lange wieken, daar was nu de rotonde, dus daar lang 2 bruggen. Ja. Eén over de Galgwieken en één over de lange wieken. Ja. En nou, toen sprong de... Die leunde springen en de groen die sprong maar zo'n einde van de grond af. En maar die schrokken natuurlijk niet ook. Ja. Nou ja, goed. En toen... Ja, toen ben je gaan zitten. Want toen het was Pinksteren. Ja. Zeg maar... ja, het was hier binnen viel het in mei. Maar net voor de Pinksteren. En... nou ja, dan ga je met de buren bij elkaar en die praten erover. En toen ineens, tegen een uur of 8, toen kwam de commandant die hier met de troepen lag aan de grens, bij Hardenberg, die kwam er op de motorlangers en die zei, ze zijn de grens gepasseerd. Aan de Nederlanders al een leger aan de grens liggen dan? Hmm. Ja? Grensbewaking noemen ze dat. Ja, dat bedoel ik. Ze hadden overal van die kaarsenmappen gemaakt. Wat is dat? Dat is... Nou ja, een ding van beton in de grond voor het machinegeweer. Daar hadden het machinegeweer in staan. En nu, ja, hier waren in dat verschillende dingen. Beurden, weet je dat? Beurden, nee. En nu het centrum van de lange wieken. Ja. Dat draagje noemt ze dat. Ja. Weet je dat? Ja. Nou, I know, de lange wieken afkomt. Ja. En de Wifvaart. Ja. Dan hij daar, dan kwam dat bij elkaar. Ja. En dan hij dat ding over, ja. Achter de vaart, dan hadden ze zo'n kaarsen matten gemaakt. Ja. En dan lagen de soldaten in, die waren ingewarteerd bij die boer op de hoek. Oh, zo, ja. Die. Maar dat was al voor de oorlog, dus ze lagen er al een tijdje. Ja, die ben in 39 bent die daar gekomen. Oh, oké. Okay. Kijk, en hij in Talstak. Je, daar zaten nog jongens lang door. Ja. En die, dat ding dat stond, was nu de Uzo-school. Ja. Maar die was er weer. Ja. En daar stond daar aan ook zo'n. Die regenen op die bruggen, dus, weet je wel? De antenne, bij de, wat nu de rotonde is. Ja. Dus er was water allemaal. En op die bruggen. En daar was dat ding op opgericht. Maar ja, en een ander op de weg, zeg maar, een die in deze kant de bruggen, tankversperring zogenaamd gemaakt. Ja. Dat waren betonblokken met
een stuk ijzer erin, schuin allemaal. En dan die stond midden over de weg. Oké. Maar het was allemaal flauwekul, want ze lachten erover. Maar ja, maar op welke dag kwam, maar 10 mei, op wat voor dag was dat dan? Dat was... Ik denk een vrijdag. Of zo. Maar wanneer kwamen hier dan de eerste Duitsers Delersvaart in dan? Die kwam Delersvaart in over de Verhoorns-Hoofdwijk. De Van der Hoorns-Hoofdwijk, wacht even hoor, dat is... De Magnolia weer, hè? Ja. Nou, dat denk ik wel. Oh ja, ja. Daar kwamen ze Delersvaart in. Want ze hadden ze wacht, want ze lachten erom, maar dat ze die bruggen in de lucht... Ja. Spring, maar ze kwamen bij Anberg, daar binnen, deur overal, binnenweg is over. Ja. En hier zo over. En toen kwamen ze hier bij de Hoofdwijk, zeg maar vanaf Eemse. Ja. Iets verder, nou, hoe heet het, nou ja, daar bij de Witte Paal. Ja, 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 ja. Ja, ja? En dan kwamen ze, hang ze de Hoofdwijk op. En toen kwamen ze daar allemaal, nee, ze hadden de Hoofdwijk over, Zwarte Pad niet. Oké. Okay. En daar, voor aan de Hoofdwijk, daar woonde een NSB'er. En toen stond een, maar dat denk je dan nooit aan, maar later kom je erachter, dan stond een stapel witte steen. Ja. Aan de, daar, aan de grond van het water stonden. Achteraf bleek dus dat de Duitsers wisten, wisten die hielden dat in de haren. En ik kwam van achter, van de Hoofdwijk daar naar voren. En daar gingen ze, daar lag, zeg maar, bij Arie Rens, ja. Arie Rens, daar lag ook een brug over, ja. De voort. Ja. En daar moesten ze nog ruim dan over. Maar hier kwam het hele oude leger binnen. Van Duitsland? Ja, en dat waren als perenvolk. Oh, dat okay. Was een verouderd leger, want het was allemaal al moderniseerd en motorisch. Ja. Ja. Maar het oude leger anders ook. Dus peerden met kanonnen en wagens en dat. En die kwamen vanaf de Van der Hoornswijk hier Delerswaard? En die kwamen hier Delerswaard in. Ja. Maar ja, stonden toen veel mensen buiten om te kijken hoe die Duitsers binnenkwamen eigenlijk? Mm-hmm. Waren er veel mensen op straat wie, toen die Duitsers zagen aan? Nou, niet op straat, want ik wist niet, was er eenmaal, die waren onwetend. Ik wist ook niet wat er gebeurde en wat ze deden. Ja. Maar ze deden niks, ze lachten wat. Jullie hebben Pinksteren en wij moeten vechten, zijn ze. Ja? Ja. Maar waren te veel, hè? Ja, dat ging wel niet zo duur. Maar dat was het oude leger, dus er waren er ook een boel boeren mensen die als vlak aan de grens en zo woonden en al dit en woonden. Maar die moesten in één keer weer het leger in? Jazeker, ja. Die moesten wel. Het laatste waren ze, ja, hier aan de voort woonden, Herman Wichert. Nou, die had in de Eerste Wereldoorlog alle vechten. En die werd ook nog weer opgeroepen. Ja, maar ook maar die Duitsers dus ook, die Duitse soldaten die hier kwamen dus ook. Er waren ook, maar die woonden toch aan de grens, toch? Nou ja, allemaal niet natuurlijk, maar het was ook omdat het perenvolk was. Ja. Ook een boel mensen, boerenvolk ook. En er waren de bij die heel vlak aan de grens woonden. Ja, ja, ja. Dus die kon wel gewoon mee praten. En, nou ja, en zo ging het maar door. En dan werd het donker en dan bleven ze staan, zetten ze de peren bij Arie Rent en zo overal, zetten ze vast in de wagen neer en daarover nachten ze dan. En dan de andere dag gingen ze weer verder. Maar waar gingen die Duitsers heen? Want ze kwamen hier langs, maar waar gingen ze dan heen? Nou, die gingen hier over de Balk ja. En van de Balk naar Meppel en zo door. En dat, toen gingen ze naar de Asperdijk. Oh ja. En in de Asperdijk, daar hebben ze even, daar konden ze niet langer. En daar hebben ze, later kwamen auto's met likken, kwamen hier weer terug. En die gingen dezelfde weg weer terug. Ja. Want die brug over de voort was niet aan de Nederlandspring. Ja. Dat was de enige brug waar ze over konden. Hè. En dan gingen ze hier weer langer met die likken naar Duitsland toe. Okay. En in op hoek van de Achterdijk, god hoe heet het nou? Bij Zürich, hoek van de Afsluitdijk? Ja, bij Zürich. Dat is de Frieslandkant, is dat?
In Friesland, ja. Dat is Zürich daar, op dat puntje daar zo. Ja. Ja. Nou, ja, dat is ook nog een aparte naam. Maar daar lagen ze natuurlijk ook kazematten, maar daar lagen ze aan weerschaan een kanonneerboot liggen. Wat is dat dan, een kanonneer? Een oorlogsschip. Oh, zo, ja. En die mijnen zijn daar allemaal aan weerschaan. Daar ben je ontzettend veel duizend gesneuveld. Okay. Ze kunnen er niet overkomen. Nee. Oh. Maar er zijn ook Duitsers hier in het dorp gekomen. Ja, dus toen de bidding bezadigd was, zeg maar, toen begon ze daarmee. Want we hadden hier voor de oorlog ook een luchtwacht. Ja. En die zaten op de scholen. Op welke school dan? Huh? Op welke school zaten die dan? Op de Tinslagschool. Oh. En dat waren Hollandse vrijwilligers. Ja. En die moesten dan Achim, als er vliegtuigen overkwamen, wat voor soort vliegtuigen. Ja. Moesten ze dat melden. Zeg maar als het Duitser was, ja, dan moesten ze dat melden. Ja. Dan vlag een Duitser, Junker of nou ja, ja, was die ding heten. Ja. En dat, maar, zeg maar toen de Duitsers kwamen met die jongens allemaal weggevlucht. En toen ben ze naar Zwartsluis. En toen ben ze op de boot gegaan en ben ze de Zuiderzee overgevaren, ja, naar Holland toe. Je hebt daar toen een paar weken gezeten in Holland. Ja, wat anders werden ze hier opgepakt hier? Nou, die jongens waren als soldaat, ze zaten in het leger. Ja. Weet je wel? Dus, en die waren natuurlijk benauwd. Die waren niet opgeleid om te vechten. Ze waren wel een onderdeel van het leger. Ja. Maar er zaten ook jongens bij die nooit in dienst te west staan. Ja. Ja. En toen, als de Duitsers kwamen, toen ben ze allemaal weggevlucht. Ja. En dan zie je de zee over en nou ja, we waren gewoon, zeg maar, in Guzen. Ja, ja. En we zijn wel aan en weer. Maar... Kijk, en die bent later weer gekomen, toen met verloop van een paar weken, toen alles en dan weer rustig was. Ja, toen ben ze weer teruggekomen. Ja, want werd het toen in die tijd ook, ja, was het, werd de sfeer anders in Delenswaard toen die Duitsers hier ja, waren? Ja, natuurlijk. Toen kwam de NSB naar voren met een grote bekken. Dat begon direct al? Ja, toen konden ze als ze door de Verde Oorlog ook al was, maar niet op die mate. Maar toen de Duitsers waren, kregen ze moed. En toen dachten ze, nou, er kan ons niks meer gebeuren. Dus toen kwamen ze naar boom. Ja, er waren voor de tijd was ook wat bij NSB. Niet allemaal, er waren ook genoeg die zich niet voordeden als NSB, maar in wezen maar waren. Dus toen moest je ook altijd zo voorzichtig zijn wij zijn. Ja, maar je kon eigenlijk niemand meer vertrouwen. Maar je kunt geen mensen meer vertrouwen. Niemand. Of nou ja, een hele, hele goede verwanten. Ja. Boezemvriend. Hij wist nou dat het steeds goed. Maar hij weet in twijfel. Ja, dan heel huwelijks. Dan vertel niet. Maar waren die dan in het dorp veel NSB's? Ja, hier waren we nog. Maar hoe was dat in die tijd al? Ik heb die voorwiel laten zien. Ja, ja, ja. Nou, die schuur zat vol van de kringleider van Klaas Rijnen. Oh, dat waren NSB'ers, hè? Ja, allemaal NSB'ers. Ja. En toen kwam Mussert hier spreken. Ja. En even in de koestal aan zijn schone maakt. En daar zaten al die NSB'ers. Dus ja. Dat, kijk, toen aan zes we zijn. Maar gaf het toen niet een hele gespannen sfeer dan? Ja, natuurlijk. Het was ja zo gespannen als wat. En net als je ook al zegt, je kunt geen mensen meer vertrouwen. Nee. Want die denken, ja, blijf het, ja. Maar ik kende mensen die deuren, net als ze dan oranje gezet waren, dat ze zelfs en nu gezegd, kon een hinderkopje van W.M. Quarry achter de revers aan, ja, maar wel Duits gezin waren. Oké. Okay. Die keken de kat uit de boom. Als het mis ging, dan
Ja, dat, ja. En als het wel goed is, dan waren ze als dan ineens, als Duitsland dat gewonnen had, dan waren ze aan het beheer. Ja. Dan kwamen ze ervoor uit. Ja. Ja, 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 ja. Nou, dan konden ze twee kanten op. Ja. Juist. Ja. Goh. Maar er is toen in die tijd wel heel veel gebeurd dus. Ja. Weet je nog, zeg maar, wat was het eerste geval hier in Delersvaart wat heel veel indruk gemaakt heeft? Een bombardement of een... Ja. Dat kan ik niet meer allemaal uit elkaar halen. Maar ook, zeg maar, dus de Engelsen kwamen vliegen. Ja. De Engelsen die kunnen vliegen en die hadden niet meer benzine tot aan de grens van Duitsland. En dan moesten ze weer wel, anders konden ze niet weer terugkomen. Ja, ja. En toen kwamen ze op het idee om een reservetank te maken. Ja. En die maken ze eerst van aluminium. Ja. Maar omdat ijzer, aluminium en koper en al dat spul en allemaal voor de oorlogsindustrie gebruikt werd, ja, kon je dat dan niet missen. Oh ja, ja. Want in de oorlog is een heleboel ook uit ervan. Ja, 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 ja. En maar zoals de biotica, de penicilline, die is in de oorlog. Dat is pas eigenlijk gebruikt. En dat werd gebruikt voor de soldaten? Voor de gewonde soldaten. Maar toen merkten ze er niet meer van aluminium, zink, ja, zeg maar. Ja. Maar toen deden ze van papier, geperst papier. Tank? Een tank. En dat kan? Een reservetank. Ja. Voor de vliegtuigen, voor de benzine. Ja. En als ze dan hier waren, dan was de tank leeg. Ja. En dan gooien ze die af. Oké. Als ik een keer zo machtig benauwder was. Ja. Ik ben op het land. En het was mistig. En de vliegtuigen die kwamen weer aan. Ze leunen niet weer over. En in die jurk. Woef, woef, ja, woef. Dat werd steeds luider. Ja. Dat ik werd doodbenauwd. Ik kon op de brood op de grond liggen. En ik dacht, ja, ga liggen. En nou ja, toen, na een verloop van tijd, hield dat op. Ja. Als je aan de grond is, dan hoor je het niet meer. En toen later kwamen we erachter dat het die reservetanks waren. Want die, als ze leeg waren, dan gooien ze los. Want die jagers konden nog sneller manoeuvreren. Hè? Als ze, ja, met die Duitse jagers aan vechten waren, ja, dan waren ze sneller. Hè? Maar als ze dat grote ding eronder hadden, ja, dat hield natuurlijk ook, ja, de boel op. Dus dan waren ze sneller en hadden ze meer kans om te winnen met zo'n ding erin. Ja, maar kwamen in die tijd hier dan veel vliegtuigen over? Duizenden. Ja? Als het mooi weer, zo weer was het nou, dan was de hele lucht wit van de strepen. Allemaal als strepen. Zeg maar van die condens, hè? Ja, van die vliegtuigen. Van die vliegtuigen.